Als ambitieuze jonge man vertrok ik lang geleden naar Congo. Ik werd er koloniaal ambtenaar en heerste over een groot gebied in de buurt van Boumba. Na 50 jaar keer ik voor het eerst terug naar mijn land dat me nog altijd behekst. Mambo Moye! Mambo Moye! Yokoi! Hotel Afoka Mambo! Nous parlons de lui parce qu'il est le dernier de nous quitter. Il était vraiment un bon gars. Il s'occupait de fabrication de ponts et de l'administration en général. Au niveau du travail, il était très sévère. Là, on ne peut pas dire le contraire. Zo'n ontvangst heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Zo hartelijk en zo vol blijdschap. Dus ik was zeer gelukkig. En dan was er iets prachtigs. Een jonge kerel die met de pet van een administrateur op mij nadeed van in de tijd. Met mijn bijnaam aan Bomo Fimbo. En die begon de kapitas, de dorpshoofden uit te schelden dat ze putten in de wegen hadden. Hij heeft zelfs nagebootst dat hij 4 zweepslagen kreeg met zo'n soort touw. Zo, hè. Yo za moeten maar kassi penza, hè? Na majele, na respect. Kassi, na kotuna yo, komu na ngai nani? Jeff, Joseph Gerardi. Te. Mambomo Fimbo. Ah. Hein? Mbomo akimbuza, c'est-à-dire frapper, de frappe. Donc, c'est lui qui avait l'habitude de frapper, on lui appelait Mambomo. Soms, ja, meestal vloeide er bloed. Striemen, hè. Dat was nijlpaardenhuid, hè. Dus ongelooide nijlpaardenhuid. Par exemple, quand il contrôlait les chats de coton. Si vous n'arrangez pas bien vos cotons, on vous frappe sur place, à la forêt là-bas. Ah. Et il frappe lui-même? Non, pas lui-même. Il demandait à ses policiers de vous frapper. Il y a des fois qu'il venait là-bas, il posait son pied sur toi et on continue à vous frapper. Die policier die sloeg iedere keer. Die had zo een truc uitgevonden van als hem sloeg en het raakte van hem te trekken, dat de huid open ging en zo. Ja, kom. Il était très dur. Mais c'était aussi bien parce que à leur époque, la route était très très bonne. Donc on roulait comme ça sans short. Ze namen je dat niet kwalijk, op voorwaarde dat je dat het rechtvaardig was. Koloniale Hogeschool, dat was de beste brainwash die je kon hebben. Ze noemden ons de SS van de staat. Dus omdat wij op de koloniale hogeschool werden wij gebrainwashed. Ja. Ja. En werd je dan verteld dat de zwarten eigenlijk dat een soort... Dat er een weldaad was van dat ze zich zouden laten bekeren tot het katholicisme uiteraard. Want er was niks anders. En dat zij moesten gehoorzaam en gedisciplineerd zijn. En dat zijn ze juist niet. Hè. Ze zijn niet gedisciplineerd. Ze houden geen rekening met de tijd, met de werken doen ze zo weinig mogelijk. Het is een totale andere mentaliteit en de Belgen wilden niet toegeven dat de Afrikanen anders waren. Zie je? Dus, en mutatis mutandis gingen ze van het standpunt uit dat de blanken veel meer waard waren, dus betere mensen waren. Dat gaat niet door.
buiten de dienst, bijvoorbeeld na 5 uur, ging ik bij hen aan het vuur zitten en ik ging jagen met hen. Ja, en ik sliep met hun vrouwen. Dus ik beschouwde ze zeker niet als een minderwaardig ras. Zeker niet. Integendeel. Ils prenaient les Noirs comme des hommes. Comme des hommes. Ils n'étaient pas l'ennemi des Noirs. Het was echt een feest. Thuiskomen. Ja? Dan kom je naar Mokiri Nangai. Ik kom in mijn land terug. En Mokiri wil ook zeggen thuis. Zie je? Waar ik mij goed voel. Bumba aan de Congo-stroom is de enige stad in mijn gebied. Pater Carlos woont hier al meer dan 40 jaar. Ik herken niks meer. Hij herkent niks meer. Nee, en de laan die vroeger prachtig was met palmbomen en met proper en de auto's reden hier tegen 80 per uur. En er zijn geen bomen meer en de weg, ja, dat kunnen we zelfs geen weg niet meer noemen. Hè. Dat is, De straat liep vroeger hier, langs de kant. En dan had hij een rij bomen. Ja. Dat is allemaal de erosie of de stroom neemt alles weg. Hè. Ik zal het niet meer beleven, maar binnen 20, 30 jaar is alles kapot. Hè? Zullen al die gebomen weg zijn als er niets verandert. Als er niets verandert. Ja, ja. Ze moeten hier eigenlijk een grote muur zetten. Ja. Een grote muur zetten in plaats. Nee. Ja. Dat is al, ze hebben dat al willen doen, maar ze hebben het nog nooit gedaan. In Bumba kwamen vroeger de blanken hun inkopen doen. Nogueira was de rijkste zakenman van de stad. Een dikke Portugees. Hij bezat onder meer deze rijstfabriek. Vroeger was het allemaal machinaal en er stonden hier wel 20 camions die af en aan reden naar de velden in het binnenland om rijst te halen. Die werd dan daar ter plekke gewogen en zogenaamd betaald. Veel te weinig. Zwarten werden bedrogen. En als er een van de capitas was die van zijn oren maakte, dan gingen ze naar de administratie, naar ons doen en dan vlogen ze een bak in. Zo ging dat. Mijn taken controleren dat ze de velden bewerkten. Dus ze kregen soms nieuw zaaigoed. En dat ze dat niet opbaten in plaats van te zaaien. Zie je? Als ze van op kilometers afstand het geluid van mijn auto voerden, liepen die dorpen leeg. En dan vluchten ze naar de velden. Omdat als ik zou in die velden gaan, dat ze zouden doen alsof ze werken. De rijstfabriek heeft zijn beste tijd gehad, maar toch is in Bumba van alles te koop. En de straten lopen vol mooie mensen. Ik kan niet ontkennen dat prachtexemplaren zijn. Die gang, die spieren, die lichaamstaal, de vrijmoedige blik. Ja. De zwarte vrouwen hebben mij geholpen om van dit werelddeel te houden. Ze geven zich totaal over. Je ziet in hun ogen dat er een soort elektrische stroom ontstaat, zie je. Dus het is zeer aangenaam. Ze doen niet zo nuffig zoals de rich bitches van de beschaving. Het zijn wilde beestjes. Ik heb het eens opgeteld, ik geloof met 18 vrouwen maar geslapen.
is toch niet zoveel op 7 jaar, vind je dat? Maar ik heb met 3 of 4 vrouwen een zeer intieme verhouding gehad. Dat nog iets anders was dan slapen hier. Julie was een van de mooiste negerinnen die ik ooit in mijn leven ontmoet heb. Ja, ik heb daar toch 2 jaar mee samengewoond. Ze was fotomodel van Vogue Congo. Ze had een aangeboren elegance met een lijn. In dit huis heb ik bijna 2 maanden met Julie gewoond. In 1960, net na de onafhankelijkheid. Ik wou graag met haar in Congo blijven. Mijn ex-echtgenote was naar België terug. Hè, die, en ik leefde niet met haar. Hè. Paradijs. Maar, wat? Paradijs, maar toch ook angst. Ja. Ik was gewoon van 7 jaar de baas uithangen. En dat was voorbij. De politieagenten, hè, die gehoorzaamden niet meer. Die veegden er hun voeten aan. En dan voelde ik de angst opkomen. Lichtjes paranoïde. Hè. En dan ben ik gaan lopen, hè. Julienne die is achtergebleven. Hè. Ik heb haar veel geld gegeven. En dat was verschrikkelijk, want ze had juist een abortus gepleegd. En ja, kom, dat zijn dingen die... Maar dat afscheid, dat moet toch verschrikkelijk zijn? Oh ja, dat is... Ja, ze was kapot. En ik ook. Julie vluchtte naar Kinshasa en schreef me van daaruit wanhopige brieven. Al 40 jaar heb ik niets meer van haar gehoord. Deze vrouw heeft haar goed gekend en weet misschien meer. Mama Julienne, zo ik ook kon, om ook op je loposo naar je mobimba te changeren. Kom je matono. Loposo, ja, die bosonjon, surtout elongwe. Elongwe? Jango, na tika, ja, bokono, na ti, sima, jango, akufaki. Julienne, akufi? Akufi na kisasa. Akufaki na kisasa. Zaki. Maar ben mingi. Maar mama was alleen maar moeder man. Mama was alleen. Maar mama Julienne, ga je pen naar jouw kind mama mingi. Was alleen mama te vinden kin naar je, te sulola kin naar je, te via kin naar je. Maar ze kiet ook op een. Maar ze kiet ook op. Is jij wel na? Maar ze kiet ook op. Is goed, is weer al iets om op te denken. Vandaag rijden we naar Yandongi, waar ik 3 jaar heb gewoond. Een rit van 90 kilometer. Deze weg moest ik vroeger onderhouden. Het economisch leven hing af van de staat van die weg. En ik had 15 equipes van 50 man. Die ik zoveel mogelijk persoonlijk moest proberen aan te moedigen om hun werk goed te doen. En dat ging tamelijk goed, maar we moesten toch permanent controleren. 50 jaar geleden reed ik hier 80 kilometer per uur. Onderweg zie ik geen enkele andere auto. Alleen fietsers. Heel veel fietsers. In de dorpen langs de weg zijn niets veranderd. Ze lijken wel opgesloten in de tijd. Wat mij in Yandongi te wachten staat. Ja.
welke waanzin zijn wij terechtgekomen. Maar eigenlijk, na enkele minuten, was ik heel blij omdat ik zag dat zij spontaan gekomen waren om mij te begroeten. Ik heb dat nog nooit gehad in heel mijn carrière, dus in Congo, dat een zwarte mij een kus gaf. Oh, zeg, de bureau naar Gaia. Waanzinnig, een beetje waanzinnig. Dat na 50 jaar ze exact nog weten waar ik zat, wat ik deed, waar mijn huis was en zo. Maar de ene wist dat ik met drie buffels vanuit de savanne naar hier gekomen was. Drie grote buffels, hè. En in mijn bureau kwamen er beelden op. En ik hoorde opnieuw de klaroener. Elke morgen om 5:15 werd de Belgische driekleur gehesen. Alle policiers stonden in de houding. En de clairon die speelde een militair deuntje zo. Taratatatatatam. Taratariratatatam. Ja, en daarna kwam het tamelijk pijnlijke moment dat de gevangenen die zich zogenaamd misdragen hadden, werden aangebracht door de policiers. Die vooral als ze niet goed betaald werden door de gevangenen, zeer strenge oordelen velden. Ja, en dan kregen ze van de zweep of niet. 2 of 4 was het maximum. En als dat voorbij was, dan begon mijn eigenlijk ochtendwerk. Dat was le rapport, noemden ze dat. En dan stonden er soms 20 mensen in de rij te wachten om hun palavers. Je kan bonini. Wat is het? Ja, ik heb uiterste dingen gehad. Een man die zijn duim was afgebeten door zijn vrouw, die gooide die duim op mijn tafel. Kom een bokka. Botte. Dat is de notabele. Een hele oude notabele. Die in rechtstreeks contact is met de voorouders. Mijn huis. Ik weet. Dat is mijn huis. Helemaal kapot. Maar het doet mij niks. Het doet mij niks. Omdat ik in dit huis niet zeer gelukkig was. Zie je, dus ik was veel liever in de Jamba. En daar juist komt er een vrouw. En die zegt, ik ben de zuster van Marta. Ook een van mijn vrouwtjes. En die woont in Kinshasa. Ze heeft haar adres, nee, zegt ze. En zij leeft nog. En al de rest is dood, hè. Oh. Maar in die Batumingi Bakufi, Natuna, Jewapi, Jewapi. Oh, akufi. Het was een herinnering aan een slecht huwelijk. Ja. Ja, een zeer slecht huwelijk, ja. Ja, en eigenlijk had ik aan de andere kant een beetje medelijden met die vrouw, maar de rest primeerde eigenlijk, zie je. Dus meer ga ik daar niet over zeggen, maar het deed mij nu niks. Ik ga eens kijken. Ah. Elke zondagmorgen is het feest in Bumba. Dan trekt mijn gastheer Pater Carlos alle registers open. Ik ben in Konotu gekomen in het jaar 63.
einde 63, november 63. Dus tot nu, dat is 47 jaar. Hè. Als ik toekwam hier in de Evenaarsprovincie en in Lissala, in de bisdom Lissala, waren we met 120 blanke paters. En nu ben ik de enige nog. Ze zijn allemaal weg. De laatste en de voorlaatste rebellen zijn er veel paters betrokken. En nu is er niemand meer. Pater Carlos Rommel is de zoon van een West-Vlaamse bankier. Als een echte ondernemer verbouwt hij de grote markt van Boemba. Il faut écrire aveuglement avec 10 doigts. Et je vois seulement pat, 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 comme ça. Vous êtes comme des gosses de première année primaire qui écrivent mama très lentement. C'est tout. Drie scholen heeft hij uit de grond gestampt, waar 1200 leerlingen les volgen. Met het ziekenhuis erbij runt Pater Carlos een groot bedrijf. Personeel heb ik met het hospitaal en met de school en met de werkers, we wonen altijd verder, hè, heb ik wel een 120, 130 man. Ja. De hele stad rekent op Pater Carlos. Maar voor hoe lang nog? Ik begin toch te denken om een plaatsvervanger te hebben hier. En zo ja, als er een goed bewind is, kan dat verder gaan. We moeten hopen dat we goede mensen krijgen en goede mensen hebben die rechtvaardig verder werken. Ja. Want het is zonder justitie, dat ze zeggen hier, zonder justitie gaat het niet, zonder rechtvaardigheid gaat het niet. Ja. Ja. Maar natuurlijk, als je iemand hebt die zal beginnen te stelen, ja, alles gaat kapot gaan. Ja. We zijn de laatste en moeten opgevolgd worden door onze Congolese broeders en allemaal. En als zij het niet doen, ja, dan weet ik het ook niet. Maar we moeten toch niet altijd nog mensen van Europa hier naartoe zenden, dat gaat dat ook niet. Zij moeten het onderhouden, en als het, maar zij zullen het op een andere manier doen. De gebouwen zullen misschien, zoals ik gezegd heb, maar de spiritualiteit zal misschien blijven. Of wij zullen het allemaal naar beneden tuimelen. Pater Carlos heeft een oase van rust en orde gecreëerd in Boemba. Waarom lukt dat elders in Congo zo moeilijk? Dikwijls impuniteit, er wordt niet gestraft. Ze mogen alles doen wat ze willen. En ze zijn niet bang. Vroeger zeiden we la crainte de Dieu. Dat bestaat ook niet meer. Ze zijn bang van niemand. Er moet een gouvernement komen die streng is. Voor ik naar huis terugkeer, maak ik nog een tussenstop in Kinshasa. Van de chique, moderne stad die ik toch heb gekend, is niets meer over. Van Pater Carlos weet ik dat Michel Egbunde naar hier is verhuisd. De enige vriend die ik in Congo had. Egbunde is nu 88 en is de enige die ik toen zeer goed gekend heb. Hij was een chef, een inlands hoofd. En ik had een zeer goede relatie met hem. Omdat hij was iets buitengewoons. Hij had de lichaamstaal van een man die natuurlijke autoriteit uitstraalt. Zie je? Hij moest niet, één blik van hem was genoeg en iedereen sprong in de houding en de dingen werden gedaan en ik kwam goed overeen met hem. Ja, maar hij was ook rijk van afkomst door. Hij had een koffieplantage van 150 hectare en hij was van koninklijke bloede. Op 29 september 1958, omstreeks 3:00 's middags, kwam een slaaf van chef Michel Egbunde mijn envelop afgeven. Cher Joseph, as-tu un peu de temps pour venir réparer une de mes bagnoles? Cordialement, Michel. Nou, dat was welkom. Opgelucht sprong ik in mijn pick-up en rausde naar de villa van Egbunde.
Mokonji. Ik ben je. Na sepele mingi komona yo. Gena sepele mingi. Kon jambe arini de tomono no jesus. No, notre séparation plusieurs années. Oui, 50 années. 50 années. Hein? Mais je suis très heureux de vous revoir. Moi aussi. Je n'ai jamais pensé qu'on se reverrait donc. Se oui, oui. Tout ça, oui. Dieu. Oui. C'est celui qui a voulu que nous allions se retrouver de nouveau. Oui, oui. Alors nous étions comme des amis. Oui. C'est comme ça, monsieur. Oui, oui. J'ai aimé. On est tous les deux nerveux. Hein? Oui. Allez, noki noki. Goy te. Nous avons travaillé avec l'administration d'hier. Oui. Le pays était l'esprit de construire le pays. Il y a 50 ans, c'était une autre vie. Hein? D'autres oui, vies. Oui. Nous avons déclaré tous les blancs rentrent. Oui. Hein? Oui, nous avons 60, déjà oui. Assez pour construire notre pays. Vous savez, cet esprit-là, pour que vous partez et prouvez les moyens de voler. Le pays Congo, un pays riche, qui a tout, tout devenu pauvre. Oui, oui. C'est dommage. Et pendant ces 50 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Rien. C'est détruit. Oui. Parmi les Noirs, ceux qui cherchent devenir les chefs, hein? Ils n'ont pas l'esprit de reconstruire les pays. Ils cherchent à devenir chefs pour son profit. Naturellement. Vous avez dit, c'est l'argent. L'argent c'est ce qui a tué le Congo. Oui. Oui. Dommage. Un beau pays. Oh, c'est un beau pays. Mawa. 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 Mawa, dus, zijn hart is bedroefd. Er is dus niets dat nog marcheert. Hè? Alleen geld proberen te krijgen bij de grote internationale organisaties. En gewoon, ik zeg het rechtaf, hè, het geld in hun zakken steken. En een luxueus leven leiden en de mensen niet betalen, uitbuiten, uitzuigen. Ja, de gerucht had gelijk hoor, dat het een bende uitzuigers is. Het is onvoorstelbaar. Dit is Afrika. Nee. Afrika. Nee, dit is Congo. Het is een prachtig land dat kapot gemaakt is door een bende uitzuigers.